De samenleving moet alert blijven voor een mogelijke volgende golf van het COVID-19-virus. Woorden van minister Ummar Ramadien van Volksgezondheid. Hij wijst erop dat hoewel de afgelopen dagen het aantal besmettingen is afgenomen, de focus niet uit het oog verloren mag worden. Omdat COVID-19 nog aanwezig is, ik zal blij zijn als ik op een gegeven moment nu met 29 cases en we steeds minder positief hebben, dat we op een gegeven moment, niet al te lange tijd, kunnen zeggen we zijn COVID-vrij. Maar dat, ik ben me bewust ervan dat dat onmogelijk is. Omdat het moment dat je import hebt van personen, je altijd weer COVID kan krijgen. Waar wij moeten waken voor, is dat wij niet bang zijn om positieve te hebben. Maar dat wij de verspreiding van COVID-19 niet ongecontroleerd mogen laten plaatsvinden. En daarvoor moeten we snelle beheersmaatregelen kunnen uitvoeren. Mag breken dat we te maken hebben met een lokale uitbraak. De bewindsman haalt verder aan dat het merkbaar is dat grote delen van de gemeenschap zich wel houden aan de COVID-19 maatregelen. Hij benadrukt echter dat bij een aantal mensen de coronaregels nog moeten doordringen. Er zijn mensen, maar we zijn er nog niet. Iedereen wil feesten, iedereen wil een verjaardag vieren, iedereen wil elkaar weer een brasa geven. Helaas kan dat even nog niet. We zullen als overheid alles aan doen om de situatie onder controle te blijven hebben. We moeten grip hebben op de situatie. En we gaan niet toestaan dat er nog steeds feesten worden gegeven en andere zaken zonder dat we daartegen optreden. Tot zover minister Ummar Ramadien van Volksgezondheid. Hij doet een beroep op de gemeenschap om zich te blijven houden aan de COVID-19 maatregelen.